Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En wij hebben inmiddels al gesport. Nesim heeft al geluncht, ik nog niet, want ik heb ervoor gekozen om eerst mijn haar te doen. Dus ik had helemaal geen tijd meer om te eten. En we gaan zo even vertrekken, want we hebben straks een meeting samen. Super lekker weer, waardoor ik echt niet wist wat ik aan moest doen. Maar ik heb een topje aan met een spijkerbroek, laat je even zien. Echt zwaar een zonnebank nodig, maar we gaan gewoon voor een gezondere huid. Oh, kijk. Kijk hier aan Chiller! Chiller! Kijk, dit is mijn outfit. Topje van de Zara. En deze broek, volgens mij van de Bershka. Deze zit echt zo lekker losjes bij mij. En ik kreeg laatst de vraag van een dame van hoe kan het elke broek jouw figuur heel anders maakt. Het komt gewoon door het model. Of die recht loopt, of strak is, of weet ik veel wat. In de ene heb ik gewoon gigantische heupen voor mijn doen. En in de andere eigenlijk helemaal niet. Zoals deze. Maakt mijn figuur gewoon iets rechter. Maar als die heel veel strakker was, kijk, dan heb je meer dit effect. Eigenlijk als je een beetje slanker wil lijken, moet je sowieso voor mom jeans gaan. Want die maak je echt, echt, echt slanker. Boyfriend jeans maak je echt gewoon wat rechter. Dus ik weet niet of je dat leuker vindt. Ik vind het wel echt heel mooie broeken. Dus ik koop ze gewoon en ik let daar niet op hoe mijn figuur zeg maar, eruit gaat zien. Maar ja, het maakt het wel elke keer wel anders. We zijn inmiddels onderweg naar kantoor. Waar we zo even een meeting gaan hebben. En ik heb even ondertussen in de auto bij thuisbezorgd een maaltijd besteld. Want ik heb echt heel veel trek. Anders kan ik me toch niet zo concentreren tijdens meetings. Ik moet eerst echt even eten. Dus ik heb Adana-kebab besteld gewoon. Maar ja, zonder rijst en zo. En ik heb voor Nes in bulgur erbij besteld. Lekker, Nes. Lekker. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is super lekker weer buiten. Voor de 100ste keer. Maar het is echt niet normaal lekker weer. Heb ik nog wat te zeggen? Ik ben benieuwd wat mensen allemaal met het lekker weer doen. Ja. Nou ja. Dus, laat het maar weten in de comments, jongens. Wat doen jullie met het lekker weer? Lekker naar het strand gaan, Scheveningen. Ja, heel veel mensen gaan nu ook op vakantie, denk ik, hè? Ja, het is bijna juli, augustus, hè? Ja. We hadden het net trouwens over van, of we nog op vakantie gaan of niet. En bij ons is het een beetje lastig, omdat Nesim het echt heel erg druk heeft. En Nesim zag al bezig gaatjes, agenda van 5 dagen. En toen zei hij van, ja, we kunnen wel met de auto weg naar Portugal. Want hij wou dan vrijdag vertrekken en zondag heeft hij daar een optreden. Een show. En dan gaan we weer terugkomen met de auto. Ik dacht van ja, dan zijn we 2 dagen onderweg. En dan ben je daar maar 2 dagen en dan moet je weer 2 dagen terugrijden. Ik had er al meteen geen zin in. Maar wie gaat er dus dit jaar wel met de auto op vakantie? Want Nessie vindt het helemaal geweldig. En ik wil het op zich wel, maar dan moet ik wel echt zeg maar langer daar blijven. Weet je, ik heb het ook met Stuk TV gedaan, toch? Weet je, toen we door Europa gingen reizen, was het echt leuk. Ja? Ja, je ziet gewoon hele mooie plekken. Het lijkt mij ook leuk, maar dan moet je wel echt langer blijven zeg maar. Dat je echt gewoon lekker kan uitrusten, chillen en dan weer terug komt. Je gaat met Turkije naar, of met de auto naar Turkije. Mensen blijven daar best wel lang. Weet je ook grappig was? In het programma gingen wij zeg maar ook gewoon, gewoon op campings en zo slapen. Dat is echt doodlachen. Dan gingen we gewoon op dat moment een verblijf zoeken. Oh, was dat leuk gewoon op camping? Nog gezellig, hè? Ja, was echt gezellig. Ja. Wat dan? Hoi, joh. Wij zitten echt een heel enge lift. Volgens mij is het een goederenlift, of niet? Dus wij zijn net klaar met de meeting. Ik ben echt te moe, het is heel lekker weer, dus ik wil hier weg. Eigenlijk wel, hè. Zullen we eens op het terras te gaan zitten? Ik ook, man. Zullen we het doen? Waar dan? Het is 4:30 nu. Meer ram. Meer ram? Jongens, wij gaan lekker op het terras zitten, Nes. Wat is er? Nes heeft gezegd dat ik vandaag wat minder knoflook moet eten. Want ik heb de laatste 2 dagen alleen bij een Turk gegeten. Oh, en laat je de raam open doen. Doe normaal. Normaal stink je altijd naar knoflook. Oh, kus mij, kus mij, kus mij. Allah. We zijn nu bij de Meram. Ik heb het echt zo warm dat ik mijn haar even vast heb gedaan. We wilden op het terras gaan zitten, maar het is gewoon niet uit te houden. We zijn gewoon even binnen gaan zitten, maar hier is het nog steeds warm. Oh. Warm en ik heb gewoon thee besteld. Ik denk net zo nu om knoflook te eten en hier zit heel veel knoflook in. Lekkere durum met knoflooksaus en pittige salsa. Hou je van pittig? En ui. Hou je van pittig? Of wist je het niet dat het pittig was?
Lekker, lekker, lekker. Oh, deze durven zijn altijd wel echt heel lekker. Mm. Ja, hè? Het echt heerlijk gezeten bij Meran. Het was echt zo warm en daarna hadden ze de airco aan gedaan. Zo, kostte geen trollen. Echt top. We hebben best wel lang gezeten, hè? Zo. Ja, best wel lang gezeten. En ik werd daar dus herkend door twee meiden. Hoe heet ze? Gizem. Gizem. Dus Gizem, als je dit kijkt, groetjes aan jou. Dat is echt heel erg lief. Dat is echt helemaal huiler. Ja, ze komt uit de lift. Ja, zegt net iets. Ja, ze ging helemaal huilen. En ik kwam helemaal uit Limburg voor een dagje naar Rotterdam. Weert. Ja. Ik heb daar een keer opgetreden in Weert. Ja. En toen zag ze ons toevallig en ze zei tegen mij van ja, ik heb jou zo vaak een DM gestuurd. Mm. Ik heet Gizem, zo schattig, echt cute. Dus dat is wel leuk om even te zien. En nu gaan we naar Dina en Lida. Ja, heb ik zin in. Ik heb echt rode wangetjes van het weer. Niet normaal. Dat was het. Ik heb even mijn bril opgedaan omdat ik echt heel erg ontstoken ogen heb. Het begon bij deze, maar deze ook. Dus ik heb nu best wel veel pijn in mijn ogen. Ik heb even mijn lenzen uitgedaan, mijn bril opgedaan. Ik voel me nu echt zo lekker fris. Want ik heb me echt doodgezweet in de hitte vandaag. Het is echt niet normaal. Zolang het hier een beetje warm wordt, zodra het hier een beetje warm wordt, voel je het gewoon gelijk. Het is gewoon gelijk benauwd. Daar heb ik weer een rol gehaald voor mijn Polaroid camera. En we hebben dit soort foto's lopen maken. En de rest bespaar ik jullie. We waren echt in een lollige bui. Die is binnen. Volgens mij heb ik de verkeerde besteld. Even mijn potje vullen. Oh, deze ruikt ook echt anders. Ja, ruikt echt anders. Ik hoop wel dat deze ook gewoon net zo lekker is. Dat het niet een rare smaak heeft of zo. Oh. Trouwens, vandaag heeft Dina dus mijn vaas kapot gemaakt. Die in mijn keuken stond. Helaas, die grote. Dus die heb ik ook niet meer. De bloemen die daarin zaten, zitten nu even hierin. Dat ik een andere fase heb. Maar ik vind het eigenlijk ook best wel cute hier. Heerlijk op achtergrond. Ventilator aangestoken. Ik ga helemaal dood van de hitte hier binnen. Want de zon schijnt letterlijk op ons appartement. En we zitten dus op de hoogste verdieping. Waardoor het hier dus echt het warmste is van allemaal. We gingen net naar een Hornbach om te kijken even naar een airco. En ik twijfel daar heel erg over. Maar ik denk dat het wel echt noodzakelijk is, man. Van met de zomer hier. De zomer is niet eens lang en hier is heel heftig. Maar als het warm is, dan is het ook gewoon gelijk van ik ga gewoon dood. Ik kan niet meer ademen thuis. Dus ik twijfel nou of ik nog een airco erbij moet halen. Of heb ik nog een ventilator of zo erbij gehaald. Gewoon zo'n grotere die veel meer blaast. Maar ik weet niet of het heel veel effect heeft. Let me know in de comments als jullie een airco thuis hebben. Ik ga nu weer even lekker Griekse yoghurt eten. Met walnoten en blueberries. En ik ga er denk ik nog even kaneel doorheen doen. Zo, ik heb hier kaneel. Het gaat altijd een beetje mis. Er komt altijd te veel uit. Nou. Oké, it's oké. Oh, kaneel is zo lekker. Ik doe gewoon lekker veel. Hup. Yummy. Oh, het ruikt ook zo lekker naar pepernoten. Zo, en ik ga er even chocola overheen schaven. Ik heb deze chocola dus in de koelkast gedaan. Nu is die heel makkelijk, heel moeilijk te breken. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Volgens mij ziet het er leuk uit ook nog. Dat ziet er goed uit, joh. Heerlijk. In de nacht gewoon nog een keer honger krijgen. Maar je hebt echt helemaal niks thuis. Dus je gaat voor alle restjes even een gerecht maken. Dan krijg je zoiets. Gewoon groenten. Ik ben eigenlijk gewoon groente aan het bakken. Lekker gezond. Hier zit een courgette, paprika en witlof. Wat een combi. Gelukkig lust ik gewoon alles. Nou. Feestmaaltijd wel. Ik ben hier gewoon echt happy mee op. Groente en tomaatjes. Want ik heb echt letterlijk niks erbij. En een glas water. Als ik dus niet keten doe, zou ik normaal gesproken nu gewoon een heerlijke tosti kunnen maken. Of weet ik veel wat. Ik zou pizza kunnen maken. Maar dat is dus geen optie voor mij. Vandaar dus dit. Want we hebben gewoon wel brood en zo thuis natuurlijk. Aardappelen hebben we ook. We hebben alles eigenlijk thuis wat wij, wat ik niet kan eten. Een lekkere linzensoep zou ik nu ook kunnen maken. Ik zou fasolie kunnen maken. Ik zou in principe alles kunnen maken wat ik niet zou mogen eten. Ik lig inmiddels lekker op de bank. Nessie komt zo met 5 minuten thuis. Dus ik ga je bij de vlog gelijk afsluiten. Want we gaan denk ik gelijk naar bed. Morgen hebben we namelijk heel vroeg een afspraak. Dus ik zie jullie morgen weer vroeg.